Yo, ik ben Devin. En ik ben Tim Tigram. Wij gaan een experiment doen. Hoe diep kun je graven? Je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Nou, wat we zo meteen dus gaan doen is met deze schop en met deze schep gewoon een zo diep mogelijke kuil graven. Misschien komen we nog iets tegen, maar we willen uiteindelijk eigenlijk water hebben. En dan gewoon een kuil waar we af kunnen flippen en zo. En dan wil ik alvast zeggen dat we bij de 5000 duimpjes omhoog gewoon een ondergrondse bunker gaan graven. Daar ga ik echt aan meedoen, man. Ja, als we dat gaan doen, gaan we het erachter doen. Dan gaan we één ziek fort maken. Gaan we gewoon een plan maken samen. Ja, toch? Dus natuurlijk Eimee, onze survival expert. Dat gaan we aan het zijn. Dat lijkt me echt kicken. Natuurlijk gaat dat niet alleen lukken of met z'n tweeën. Daarvoor hebben we even een team meegenomen. Kom mee. Ze zijn al lekker bezig. Hey, we zitten veel stil. Danielle, heb je zin om te graven? Nee. Oké, okay, we hebben hier Danielle, Danny, Kevin, Damien en Eimee. En zij gaan ons vandaag helpen met het graven van een enorm gat. Oh, het werkt! Oh shit, lekker! Oké, okay, de schep is ready. De eerste schep gaat geschept worden. Let's go. Ja, gaat het zwaar worden, denk je? Ja, ja. Nu denk ik nog allemaal van superleuk, een beetje scheppen in het zonnetje. Maar straks is het werken en zweten. Dus doe alvast voor deze video een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Oh, ik schepte nu helemaal niks. Abonneer op ons kanaal. Ja, die jongens zijn even bezig met die skippybal, zodat we in de tussentijd ook een beetje kunnen flippen daar zo. Ja, misschien vinden we trouwens wel een schat of zo. Hoe dik zou dat zijn? Hij moet wel groot worden. Dat we op zijn minst met z'n allen erin kunnen, toch? Weet je wat ook dik zou zijn? Als we hier iets begraven en dan een schatkaart maken voor kijkers. Wow. Over een tijdje. Oh, met die zouden bunker. Jullie dat vet vinden? Laat het even weten in de comments. Als wij ergens iets moeten begraven, een schatkaart maken met coördinaten en zo, laat het weten, jongens, want dan gaan we daar ook iets mee doen. En sowieso, als je ideeën hebt, laat het weten in de comments. Laat iets tofs achter. Wij geven elke comment die leuk is een hartje. En we proberen zoveel mogelijk te reageren. Het begint nu toch al aardig diep te worden. We zijn denk ik nog niet eens een uurtje bezig, dus dit belooft heel veel. Het water ja, ligt ongeveer 2 meter diep, dus ik denk dat we dat wel kunnen halen. Wordt misschien wel heel moeilijk, maar we gaan gewoon lekker door. Oké, we staan nu met z'n drieën in dit hol. Dat is niet heel erg efficiënt. We moeten door. Hij wordt nu wel echt diep, man. Ja, met z'n drieën is kut hè, erin. Ja, hij moet eigenlijk wat uitgebreid worden. Gaan we hem breder maken naar die kant? Nou ja, dus ja we kunnen prima. Dit stuk of we moeten gewoon elke keer 2 laten gaan. We hebben klei gevonden, hoe schept dat jongens? Zwaar, hard. Nou, deze jongens die staan nu tot hun nek al in die kuil, dus ik ben hier bezig met een soort van... Ja, het is niet echt een trap, maar gewoon iets dat je naar beneden kan lopen. Dat ben ik nu aan het graven. Zodat je er normaal in kan en dan gewoon door kan graven. Want je komt er nu al moeilijk uit. Nou, ik dacht dus, goed idee, mijn schoenen uit. Maar als je dan daar zo naar beneden gaat graven, worden die poten koud als niet normaal. Dus ik ben blij dat ik er heel even uit ben. En we zijn met z'n allen best wel een aardig stuk op weg. Nieuwe dag, Tim. Wat is dit voor techniek, Tim? Techniek, ja. Hoe heet die? Ik weet niet, man. Hoe noem je dit? Een hond met een schep zo? Die doet toch ook altijd dit? Laat even in de comments weten hoe deze techniek heet. Ik voel mijn tenen niet meer. Nee, man, je moet even uitkomen. Bro, kom eruit en ga in dit zand staan. Ik weet het, man. Ik heb het net al gedaan. Dat wordt steeds kouder. Het is echt zwaar, man.
Hey, let op hè, hoe diep je nu al is. Kijk uit, Kev. Oh! Ziek man. Het is echt super gruwelijk dit. Ondertussen gaan we natuurlijk ook wat tricks doen bij de yogabal hier in het gat. Wow, je hebt kapot veel hoogte. Ik zag niks meer. Ja, mijn rug doet wel pijn van het graven. Of nou ja, pijn. Ik merk dat ik spierpijn ga krijgen. Ik had net al heel eventjes water, maar we doen nu de zijkant weer even netjes maken in het gat. En ondertussen even een 540, want ik zag die jongens net flip zoenen en ik dacht dat wil ik ook. Hier, easy. Easy! En ik ben verrot al van het graven, hè? Ja, of je bent gewoon lekker warm. Oh, ja, of warm, dat kan ook. Zo, Damien, is goed bezig. Kevin gaat even helpen, zie ik. Bro, hier. Oh, nee. Hij wordt nu al diep, man. Ja. Net had ik al een klein beetje water toen ik recht naar beneden aan het scheppen was. Maar volgens mij ligt er nu al veel meer. Dus we gaan even checken. En dat is best kut, want ik heb dus een snee in mijn teen. En ik kan niet met blote voeten daarin gaan staan. Dat lijkt me niet zo handig. Ik heb blote voeten. Ja, jullie hebben blote voeten, maar het is dus ook alweer heel koud. Dus of mijn schoenen worden nat, of mijn wond wordt geïnfecteerd. Het is veel zwaarder nu met al het water. Oh shit. Je zit nu gewoon puur modder. Kijk uit, weg te scheppen. Het is dus geslaagd. We zijn tot water. Ja, wat is het plan nu? Wat gaan we er nu mee doen? Ja, geen idee. Ik denk dat we nog even een stukje gaan grapen. Ja. Hier zo. Het trappetje. Diep, hè? Naar beneden. Ah. Oh, yo. Heel wat, hè? Wacht even, man. Oh, nasty. Ja, je ziet het wel echt goed, man. Het is echt vol water, maar het is voornamelijk modder. Maar het is nog niet heel erg diep. Kijk, alleen mijn voet. Het is echt veel zwaarder, Tim. Mijn voet gaat erin. Het wordt gewoon drijfzand. Ja, rot op, Ben. Hey, Def. Idee. Ja. We kunnen ook hier beginnen aan een soort loopgraaf. Hier. Wil je dit uitwerken? Ik zou je een emmer moeten hebben. Dan kan je alles in die emmer scheppen en dan zo met een touw omhoog trekken. We zijn al uren bezig. We zijn al uren bezig met dit kleine gat. Kleine gat? Het is niet klein. Het is groot, maar als we nog gaan uitbreiden. Kijk dat wel. Kijk dit. Dit is echt. Oh, dit is echt nasty. Kijk dit, Def. Ja, ik zie het. Als het valt, weet je, want het is helemaal onder gleek. Oké, nieuw idee. Loopgraaf, heel erg dope, maar ik denk dat het echt nog veel meer tijd gaat kosten. En aangezien het al wat later wordt en straks donker, kunnen we dat misschien niet doen. We kunnen wel nog dieper gaan graven, dat we gewoon echt een zwembad hebben, dat we er helemaal in kunnen gaan zitten. En dan gaan we gewoon erin. Demi gaat er sowieso in. Ik ben niet goed. Toch? Ja, sowieso. Ik ga er denk ik dan ook in of zo. Ik ga er sowieso in. Hier, het water wat hier dus ligt, zit nu daar in de kel. En dat is best wel bizar. Kijk hier, je ziet niet eens dat Def... En Damien erin staan, oh shit. Er is nu echt veel water in, man. Het is koud ook aan je poten, niet normaal. Hey, Aimee, ik denk dat het zo goed is, man. Ja? Kijk, ja, hij is echt super diep en die zijkant, we gaan nu instorten, toch? We gaan kijken of het eruit komt, man. Ja. Hop, lekker. Oeh. Oké, nou jongens, dan is het zwemtijd voor jullie. Het gat is nu super diep, we gaan erin springen. Het is echt een soort van zwembad geworden. Ik ga er proberen helemaal in te gaan. En vervolgens gaan we de zee in. Het is ijskoud, want het is eigenlijk gewoon nog winter. Het zonnetje schijnt nu wel een beetje. Maar laten we ervoor gaan, man. Ready? 3, 2, 1. Dit is zo diep, hè? Afzij, bro, afzij. Koud, bro. Ga zitten met z'n drieën, wij scheppen. Nee. Dit is koud, gek. Def en die
zit vast, want het was ook zo'n idee om ingegraven te worden. En nu weet hij hoe het is. Het is kut, hè, Def? Ja! Oké, okay, we gaan hem eruit helpen, want dit is echt gevaarlijk. Doe het ook thuis niet meer. Eruit houden. Nog een keer. Het moet allemaal gebleurd worden, jongen. Kutzooi. Tim! Mijn voeten zitten vast! Ik ben blij. Ik ben blij dat ik eruit ben. Ik werd echt... Boy, stop even. Nee, boys! Ik heb claustrofobisch. Flik erop. Dat was echt doodeng. Nee. En als je rustig ingraaft, kan het wel. Maar je zit echt kei en kei vast. Mijn voet staat helemaal raar eronder. Ik kon er ook niet uittrekken. Tim, ik zweer. Boy, stop! Dat is niet je krijgt het krabben. Wij zijn in ieder geval het gat uit, gelukkig. We zijn wel helemaal onder het zand. Dus we gaan nu de ijskoude zee induiken. Hou die val mee. Ja, dat... Ja, toch. Dit is ook helemaal niet slim, ik heb helemaal geen handdoek bij me. Oh nee. Nou, wel respect houden, dit zou je niet doen. Ja man, dit zou je echt niet doen. Belachelijk. Oké, gelukkig weer het water uit. Hij is gewoon aan het chillen in het water. Nou, dit was het dan. Als je dit vet vond, laat even een duimpje omhoog achter. Een leuke reactie. Abonneer op ons kanaal. En dan gaan we hem mooi afsluiten. Ja, we hebben nu gewoon de perfecte vuurkuil gewoon. Het is veilig, zand eromheen. En ik heb het super koud, nog steeds, want ik kom net uit het water. Dus steek hem aan, Tim. Oh, een goede opwarming voor de jongens ook. Oh, lekker. Zo, dit is lekker. Ja man, dit is heerlijk. Dit is genieten. Uit. En natuurlijk die 5000 duimpjes omhoog. En dan gaan we bunkers maken. Ja, en ik wil nog even al deze gasten bedanken. En Danielle achter de camera, dankjewel. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Ja, dat was hem, jongens. Ja, dit komt wel goed. Ja? Ja. Gaan we uit. Yes, tot de volgende keer. Yo! Later! Zo. De Kel heeft nu een goed nut. En dat is namelijk gewoon lekker voor een kampvuurtje. Kijk hoe groot die ook is als je dit zo ziet. Warm. Echt bizar. En warm. Zo, maar kijk van een afstandje dan. Dit ziet eruit als een soort vuurkuil, vriend.